Meneer Betselt, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Betselt. Ik heb de uitslag van uw urine en daar zit inderdaad een blaasontsteking in. Ik zal nog even uw temperatuur meten. Ik wil even weten of u koorts heeft en dan ga ik iets uitleggen over de behandeling. Oké. Die is in orde. Ik heb u een kuur Furabit voorgeschreven. Dat zijn capsules. Die moet u 2 keer per dag innemen. 'S ochtends bij het eten en 's avonds bij het eten. En dat is 7 dagen lang. Het is voor mij belangrijk om te weten of ik dit goed heb uitgelegd. Zou u mij in uw eigen woorden kunnen herhalen hoe u de medicijnen moet innemen? Ja, 7 dagen. 2 keer per dag. En weet u wanneer op de dag? Ja, 's morgens en 's avonds. Ja, heel goed. U kunt ze ophalen bij de apotheek. Ik heb de terugvraagmethode gebruikt om te kijken of mijn uitleg goed is overgekomen. Daarbij kwam ik erachter dat een stukje van mijn uitleg vergeten was. En door een extra vraag te stellen, wist ik zeker dat hij de medicatie goed zou gaan innemen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kwam mijn medicijn halen. Oké, en wat is uw geboortedatum? Oké, ga ik even voor u kijken. Momentje. U krijgt een antibiotica voor een blaasontsteking. Ja. Dat klopt? Ja. U mag het dus 2 keer per dag innemen. 1 capsule. Dus 's morgens 1 capsule. En 's avonds 1 capsule. Het is voor 7 dagen, dus u moet de kuur helemaal afmaken. Nou, ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Kunt u mij even vertellen hoe u dit gaat gebruiken? Jawel, het is voor een blaasontsteking. En dan moet ik er 2 keer per dag 1 van innemen. Eentje bij het ontbijt en eentje bij het avondeten. En dat is voor 7 dagen, hè? Het is voor 7 dagen, dus u moet de hele kuur afmaken. Hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Fijne dag. Goedemiddag. Nou, ik vond het allemaal heel duidelijk uitgelegd. Ik heb het goed begrepen. Zowel van de huisarts als van de assistent en in de apotheek. En dan weet ik zeker dat ik mijn medicijnen goed inneem. Ik heb net de terugvraagmethode toegepast. Dat doe ik om te checken of ik iets goed heb uitgelegd. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de patiënt begrijpt hoe hij het moet innemen. Het is natuurlijk in het begin een beetje onwennig, maar ik vind het natuurlijk wel belangrijk dat ze het begrijpen en daar doe ik het voor.